Misschien hebben sommigen van jullie al een beetje kunnen spieken naar onze maquette die we daar bestaan. Daarbij hebben we in afloop hopelijk makkelijker de discussie kunnen voeren over onze ideeën die we hebben voor het CID. Voor het Central Innovation District. En hoe kun je innovatie bevorderen in zo'n centrumgebied. We willen kijken naar relaties tussen de verschillende technische systemen die er zijn in de stad. Die weggestopt zijn op industrieterreinen. Wat ik zag was dat allebei de ontwerpteams enorme stappen vooruit gemaakt hebben. Met de opgave om de verschillende deelgebieden binnen het CID met elkaar te verbinden. Zodat het echt een stuk stad wordt waar je kan verblijven. Hier hebben we zeg maar, de as naar het Centraal Station. Is een heel dicht milieu werken en wonen. Hier positioneren we het maken. En in de trekgebiedszone zou je een soort waterstad kunnen maken. Wat je probeert te doen, als de ontwikkelingen nog vrij onzeker zijn, is dat je probeert ruimtelijk te reserveren. Dat is een strategie om te voorkomen dat je die stad zo vol gaat bouwen dat je toekomstige ontwikkelingen niet meer mogelijk maakt. Wat we hier ook gedaan hebben, is het spoor vanuit Utrecht wel onder de grond gelegd. Daardoor speel je hier natuurlijk ruimte vrij. De ruimte is niet alleen het maaiveld. Je kunt bijvoorbeeld door overkappingen of door ondergronds al een leidingssysteem aan te leggen zonder dat je dat al direct benut. En dan toch tegelijkertijd wel verdichten. We gaan ervan uit dat we eigenlijk bij het hoofd van de winkels een hub maken. Dus dat heb ik misschien even het eerste gekund. Waardoor je eigenlijk daar ook de bussen naartoe zou moeten brengen. En in het nadenken over mobiliteit en de rol van mobiliteit en connectiviteit in het gebied, zie ik nog niet helemaal al die schaalniveaus terug. Maar we zitten ook te denken, misschien kunnen we ook nog wel elektrische energie met zonnepanelen opwekken. En misschien ook nog wel windenergie. En dat is interessant, want er razen hier allemaal treinen onderdoor. En die wekken ontzettend veel wind op. Het ene is, het is wat klein, maar in het eerste verhaal energieopwekking uit rijdende treinen die langs razen. Nou is het kenmerk van treinen vlakbij stations dat ze niet razen. In eerste instantie zou je, zeg maar, als je in fasering denkt, de bus uit het Centraal Station weg kunnen halen en hier naartoe kunnen brengen. En op langere termijn denken we dat er helemaal geen bus meer rijdt en dat dat vervoer zeg maar, in shuttles gaat en die ook veel verder de wijk in kunnen, veel fijnmaziger netwerk zou kunnen worden. Wat me vooral even opviel was dat zeg maar, heel veel mobiliteitsoplossingen zijn natuurlijk gericht op het verbinden van stations. Alleen vervolgens in de uitwerking hoor ik niet echt een verhaal van wat jullie dan met die stationsomgeving willen. En ik vond in de tweede presentatie kwam het ook wel, nou, eerst trouwens ook over die nieuwe gemeenschap, hè, ook dat gebouw over het spoor heen. Waar dan ondernemers elkaar vinden en een soort nieuw milieu maken. Dat is natuurlijk buitengewoon interessant en dat kennen we eigenlijk nog niet. Ik vond het erg leuke ideeën die naar voren kwamen. Waar ik het meeste mee zit, zeg maar, of het meeste zit te denken van, goh, hoe ga je daarmee verder? Is toch de energietransitie en wat daar allemaal genoemd wordt? Dat vind ik een hele lastige. Niet alleen door de traditionele verduurzaming van de energierekening van wat er al is. Daardoor neemt de elektriciteitsvraag toe, maar ook door de nieuwbouw die fors wordt toegevoegd. Maar ook door de vervoersmodaliteiten die grotendeels elektrisch zullen worden. Je begint natuurlijk ook niet gelijk met het grand design. Je begint toch langzaam op te bouwen. Nou, als je nu ziet, zowel bij jullie voorstel als bij ons, of in onze analyses, zie je dat je bij energie krijg je andere soort afhankelijkheden. De een gebruikt de restwarmte van de ander. En dat betekent eigenlijk dat die traditionele projectaanpak hier gewoon eigenlijk, je zult dus naar een andere projectvorm moeten kiezen. Dus voor een deel moet je dat accepteren, maar het is hier wel heel duidelijk, als je dat niet opgelost hebt, dan maak je gewoon die stad voor de toekomst niet.